Goeiedag, in dit filmpje wil ik jullie laten zien hoe makkelijk het is om gebruik te maken van de pijnstillende werking van kastanjes. Deze kennis is al heel oud en is altijd van generatie op generatie doorgegeven. Maar je hebt uiteraard wel de juiste kastanjeboom nodig. Dit is de witte paardenkastanje. Die bloeit in het voorjaar wit of met lichtroze bloemen. Er is ook een rode paardenkastanje, maar dat is een kruising tussen deze boom en een heester. En op het moment dat planten gekruist worden, dan krijgen ze andere eigenschappen. Dus die heb je niet nodig. In het voorjaar zie je het verschil duidelijk. In het najaar is het wat lastiger, omdat die kastanjes er bijna hetzelfde uitzien. Maar dan kun je het zien. Ik heb hier dan de witte paardenkastanje voor me. Die heeft van die scherpe stekels. En de rode paardenkastanje, daarbij zijn de stekels wat botter. En soms is het zelfs helemaal glad. Nou, en daarnaast heb je in Nederland nog de tamme kastanje. De tamme kastanje is de enige eetbare soort van deze drie. Die heeft van die een soort lange naalden. Het lijken wel egeltjes. En die heb je dus ook niet nodig. Deze boom, de witte paardenkastanje, is familie van de zeepbomen. En dat komt omdat er een stofje in zit die werkt als zeep en die een reinigende werking heeft. Je kunt er wasmiddel mee maken. Heel eenvoudig. Dan snij je een kastanje in stukjes. Je doet hem in een zakdoek. Die knoop je dicht en die stop je in je wastrommel. En daarmee wordt je was goed schoon. Het gaat ook schuimen. Alleen het nadeel is dat bruine wat af kan geven aan je wasgoed. Dus je moet ze of schillen en dan gebruik je alleen dat wit, of je gebruikt ze voor de donkere was. Nou, die reinigende werking, die heeft deze boom ook wanneer je het inneemt. Alleen, deze kan je niet eten. Dat is veel te moeilijk te verteren voor ons. En daardoor mag je er alleen thee van maken van de bloemen in het voorjaar. En in het najaar wordt van de kastanjes zelf wordt tinctuur gemaakt, op alcohol opgelost. Als je niet weet hoe je dat moet doen, dan kun je ze gelukkig kopen bij een betere drogist. Onder de naam Aeschylus hypocastanum. Nou, die reinigende werking heeft hij vooral op de bloedvaten. Kastanjes staan erom bekend om bloedvaten schoon te kunnen maken. En dat komt vooral van pas bij aderverkalking, bij een te hoog cholesterolgehalte, bij ontstekingen in de bloedvaten. Maar het kan ook die piepkleine haarvaatjes die je bijvoorbeeld in je hersenen hebt, beter doorbloeden. En daardoor wordt het gebruikt bij vergeetachtigheid, maar ook bij kaalheid. Maar ook heb je in je handen van die piepkleine haarvaatjes. En mensen die altijd hele koude handen en voeten hebben, winterhanden en voeten wordt dat wel genoemd, die hebben ook vaak baat bij kastanjes. Omdat de kastanje zorgt dat het bloed beter door je lichaam kan stromen en overal weer vers zuurstof komt, kan het eigenlijk heel breed ingezet worden. Bij vermoeidheid, concentratiemoeilijkheden, maar ook wordt het gebruikt bij reuma, bij jicht, maar ook bij botontkalking staat die vooral beschreven. En dan niet alleen in Nederland, dat vind ik het leuke. Ik google wel eens op andere talen, maar ook in het Engels, in het Duits en ook in het Pools bijvoorbeeld, waar de mensen nog veel dichter bij de natuur leven. Daar kun je ook deze kennis die ik jullie vertel allemaal vinden. Een andere eigenschap die heel erg gewaardeerd wordt van de kastanje is dat hij bloedvaten kan repareren. En hij kan ook de elasticiteit herstellen. En dat komt vooral natuurlijk van pas wanneer de elasticiteit er een beetje uit is, zoals bij spataderen of bij aanbijen. Maar ook bij vochtophopingen, want ja, misschien zitten er wel ergens kleine gaatjes in je bloedvaten die lekken, waardoor je heel veel vocht vasthoudt. Dus de kastanje heeft echt de eigenschap om die vaten weer te kunnen herstellen. Ook bij migraine kan het gebruikt worden, omdat dat ook vaak te maken heeft met verkrampingen in bloedvaten. Wanneer je hem in wil nemen, dan raad ik je aan om wel nog even verder op zoek te gaan naar informatie of om je persoonlijk te laten adviseren. En doe dat vooral als jij ernstig ziek bent of medicijnen gebruikt. Maar het mag in ieder geval niet gebruikt worden bij zwangerschap. Het mag niet gebruikt worden voor kinderen, voor kleine kinderen. En bij zwakke nieren, dan moet je ook even uitkijken. Omdat het zo'n reinigende werking heeft, moet het natuurlijk wel afgevoerd kunnen worden.
Als je de kastanje inwendig gaat gebruiken, wordt aangeraden maximaal 3 weken. En dan weer even te stoppen, misschien nog een keer 3 weken. En dan een paar maanden te stoppen. En dat heeft te maken met dat stofje, dat zeepstofje, saponine heet het, met die reinigende werking. En eventueel kun je dan in de tussentijd afwisselen met heermoes, die ook een versterkende werking heeft en een reinigende werking. Of met de berk, die boom heeft ook een reinigende werking. Dan zou je daar even in moeten verdiepen. Uitwendig mag wel iedereen gebruik maken van kastanje. Het werkt pijnstillend, verwarmend. Het werkt bij zwellingen, bij vochtophopingen. En het werkt helend, bij wonden. Nou, hoe maak je er dan gebruik van? Ik geef jullie een recept wat al meer dan 500 jaar oud is. Dat vond ik in een oud kruidenboek. 6 kastanjes in stukken snijden. Die kook je met 1 liter water. Je laat het even doorkoken, dan draai je het vuur uit. Je laat het nog even trekken. Je zeeft de vloeistof en dat water, dat gebruik je uitwendig. Dat kun je bijvoorbeeld gebruiken bij hand- en voetenbaden. Dan doe je daar een flinke scheut van in. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een washandje nat maken met dat water. En dat bevestig jij bijvoorbeeld op je pijnlijke elleboog. Dat tape je even vast en dat laat je zo een hele nacht zitten bijvoorbeeld. Die uitwendige werking, die wordt dus gebruikt bij pijn. Bij spataderen kun je het uitwendig gebruiken. Bij blauwe plekken, bij strié. Ik vergeet vast nog een heleboel. Als je geen verse kastanjes hebt, kun je gebruik maken van gedroogde. En als je die niet hebt, kun je gebruik maken van de tinctuur uitwendig. Maar meestal verdun je die dan in wat water en dan maak je daar een doekje mee nat en dat bevestig je dan op de pijnlijke plek. Maar ik vind het zelf het allerleukste om een smeerseltje te maken van kastanjes. Het is wel even een klusje, maar het werkt wel ontzettend goed. Zelf denk ik dat het nog beter werkt als die andere middelen die ik net vertelde. En daarvoor moet je kastanjes schillen. Je hebt namelijk alleen dat wit nodig, maar dat is best een klusje. En daardoor kook ik ze altijd even 1 minuut of 10 in wat water. Dan wordt die schil zacht en dan kan je hem heel makkelijk schillen. Ja, ik werk heel erg op gevoel, maar aan het eind van het filmpje zal ik jullie laten zien wat ik gedaan heb om die crème te maken, zodat je een richtlijn hebt. Want ik pak gewoon wat kastanjes. Ik doe dat wit. Daar doe ik wat rozenwater bij. Rozenwater ruikt lekker. Ik koop het bij de Turkse winkel. En het blijft wat langer houdbaar als wanneer je gewoon kraanwater gebruikt. Dan kook ik dat kastanje wit, dat kook ik tot het zacht is. Dat doe ik de staafmixer er doorheen. Maar dit middeltje blijft maar een paar dagen goed in de koelkast. En daardoor doe ik er flink wat eetlepels kokosolie bij. Dan wordt het ook wat smeerbaarder. En ik doe er wat kastanjetinctuur bij. Als je dat niet hebt, kun je ook gewoon alcohol gebruiken. Maar ja, kastanjetinctuur, daar zit natuurlijk ook die werking in. Nou, dat papje, dat moet je in de koelkast bewaren. Ik ken een mevrouw die dit gebruikt in plaats van haar zware pijnstillers. Zij maakt het in de herfst, maakt ze meteen een heleboel. Dat doet ze in potjes in de vriezer. Want het blijft ongeveer 1 à 2 maanden goed in de koelkast. Maar als jij er het hele jaar gebruik van wil maken, dan moet je natuurlijk wel wat op voorraad maken. Nou, dat smeerseltje, dat werkt anders als een crème. Het wordt niet helemaal opgenomen. Maar je kunt het gewoon op je lichaam smeren en dan verbind je het daarna even. Je doet er een verband omheen en dan gaat het heel erg tintelen en je huid wordt ook rood. En daarom merk je dat het dus een werking heeft. En hoe vaak je dit moet gebruiken, dat is natuurlijk per persoon en per klacht verschillend. Nou, als laatste wil ik nog vertellen dat je hem ook gewoon in je broekzak kunt stoppen. Dat is een heel oud gebruik. Ik ken een mevrouw die in een tweedehands winkeltje werkt en zij zegt, wij vinden echt heel vaak kastanjes in broekzakken. En ik heb het ook wel van mensen gehoord die pijnlijke gewrichten hebben, daar wordt het vooral voor gebruikt. En die er baat bij hebben om een kastanje in hun broekzak te doen. En als ze dan die kastanje niet bij zich hebben, dan voelen ze veel meer die pijn. Want een kastanje heeft namelijk het vermogen om uit te stralen naar verder in het lichaam. Het kan ook negativiteit absorberen of straling. En daarvoor wordt het ook wel bij computers neergelegd of bij de televisie. Maar op een gegeven moment wordt die dof en dan werkt die niet meer. En dan is het raadzaam om het in het grasveld te leggen, het liefst bij volle maan. Dan kan die weer opladen. Nou, er is nog veel meer over de kastanje te vertellen. Ik raad jullie echt aan om verder te kijken, want het is echt super interessant.